Yo, de mensen, super tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video op mijn kanaal Games Room. En in deze video ga ik eerst iets spijtigs uitleggen voordat de rest van de video gaat. Ik heb besloten dat ik voor dit jaar ga stoppen met YouTube. Ik trek het gewoon niet meer. Gewoon de support is niet echt goed. Het is gewoon de moeite niet meer waard. En ja, ik heb het te druk met school qua toetsweek die na de vakantie is. Dus ik heb gewoon geen tijd meer voor dit jaar om YouTube te doen. Ook geen zin meer voor dit jaar. Dus ik kap er gewoon mee voor dit jaar. We zien volgend jaar al verder. Ja, ik kan nu al wel kappen met dit voor de geina. Natuurlijk ga ik niet stoppen. Voor dit jaar is dit de laatste video. En natuurlijk over een paar uurtjes is het alweer volgend jaar. Dus dat is de grap natuurlijk. Ik voel me natuurlijk heel cool nu. Nee jongens, zonder gein. Ik wil jullie allemaal een super fijn nieuw 2018 wensen. Super tof dat ik jullie allemaal op mijn kanaal heel veel nieuwe mensen heb gehad in 2017. Dit jaar was sick. Hier en daar wat tegenslagen, maar toen kwam Fortnite erin en we haalden zo fucking veel subs erbij. We hebben de 10.000 gehaald dit jaar. We hebben super veel leuke shit neergezet. 12 uur livestreams en die komt volgend jaar dus ook weer terug over een paar dagen eigenlijk. Het is heel raar om te zeggen dat je het over volgend jaar hebt, terwijl het gewoon legit over, wat is het? Het is nu bijna 7:45 dat ik het opneem, dus over 4 uurtjes is het al volgend jaar. Dus het is super apart eigenlijk om dit te zeggen, vind ik. Maar jongens, ik wil jullie allemaal super erg bedanken voor de support voor op mijn kanaal, wat allemaal dit jaar is gebeurd. En ja, het is allemaal super sick. Ik heb zoveel mensen te bedanken die ik, ja, dat ga ik eigenlijk niet doen, want het is te veel mensen, dat is echt ziek veel. Maar jongens, ik wil jullie allemaal bedanken, vooral jullie natuurlijk in het geheel, wat jullie allemaal voor mij hebben gedaan. De donaties, de fucking ziek veel abonnees die de laatste tijd bij zijn gekomen, de likes, de weergave, gewoon alles is insane veranderd vergeleken met het begin van dit jaar. Want toen zag het er heel anders uit en holy shit jongens, het is echt geëxplodeerd, zeg ik je eerlijk, het is echt heel erg veranderd. En ja, ik wou jullie gewoon nog even een afscheidsvideo. Nee, dat is grappig. Ik ga volgend jaar natuurlijk gewoon weer uploaden. Don't worry, het gaat allemaal prima. En volgend jaar gaan de lijpe dingen aankomen. De YouTube Gathering komt eraan. De 12 uur stream over een paar dagjes. En ik hoop mijn examen te halen en dan 3 maanden vakantie te hebben om fulltime YouTube te doen. Als ik dan nog steeds gewoon de lol erin heb gezitten, hey, dan gaan we dat echt heel sick neerzetten. Dus ik heb zeker zin in volgend jaar. 2018 alweer, super sick. Dat jaar word ik ook weer een jaartje ouder. 16 alweer op 31 maart. Dus ja, daar ben ik allemaal ook super sick hyped voor. Gewoon, het wordt gewoon een sick jaar, hoop ik. Er kan allerlei sick dingen gebeuren. Ik kan ook zakken natuurlijk voor mijn examen. En dan is alles wat een tikkeltje minder. Maar dat gaan we natuurlijk niet vooruit. Ik ga het halen. Wij gaan het halen. Misschien dat we wel zelfs een gekke subcount aantal gaan halen. Want holy shit, de 20.000, dat stapelt steeds verder op en we komen er wel. Dus jongens, ik ga het hier behouden. Dit was een hele korte video. Ik wil jullie gewoon allemaal super erg bedanken voor de support de laatste dit jaar. En ja, ik heb voor de rest niet zo heel veel te zeggen. Jongens, wees voorzichtig met vuurwerk. Ik zeg je eerlijk, ik wil wel dat jullie nog op mijn video's kunnen klikken natuurlijk. En niet dat je half met zo'n stompje moet slaan, want dat gaat niet echt werken. Dus jongens, ik zeg je eerlijk, alsjeblieft, wees voorzichtig met vuurwerk. En tot volgend jaar. Later mensen.